Ik vind hier ook een interessante pocket. Er is al wel aan gewerkt. Maar ik zie dat men niet in de bodem heeft gewerkt. En als ik daar al het gruis weghaal, dan zit daar een interessant vloerstukje in. Kijk, dan krijg je dit soort dingetjes. Maar ook wel wat grotere. Hopelijk komt die er heel uit. En hopelijk zitten daar ook wat grotere kristallen op. Vaak over het hoofd gezien dat je onder het puin op de vloer ook nog wel eens het leukst vindt. Ja, oeh, kijk eens. En dan kijken mensen vaak overheen. Dus altijd als je een pocket vindt, ook even de vloer schoonmaken en kijken wat daarin zit. Zo, nu ben ik helemaal bij de bodem en dan gaat het laatste bodemplaatje eruit, die je gewoon niet ziet, hè? Wat ik net ook al zei. Er zit heel veel zand eroverheen en troep, maar controleer altijd de bodem. Want als je geluk hebt, dan zitten daar leuke plaatjes in. En oh, je ziet hier de kristallen, zie? Voor de rest zitten alleen maar kleimollen op, maar dit zijn goede stukjes. Beschermd door de klei, beschermd door de modder. Je kan ook zien de achterkant, het is gewoon calciet. En hier zitten alle kristallen onder de klei. Dus die gaan we schoonmaken en dan zien we het resultaat of zometeen in het filmpje of op Instagram. Zo, we zijn even een beetje aan het rondlopen. En terwijl we van het ene niveau het andere op willen, zien we dat het gesteente hier een andere kleur heeft. En er een interessant raadje in zit. Met hele donkere kristallen. Kijk eens even. Ja, dit is een egeltje, maar helaas, zoals je hier ziet, wel beschadigingen. Ja. Maar het idee, dit ligt gewoon al los. Hè? Dus weet je, het is kei leuk dat we dit nou vinden. Maar je zou het normaal gewoon links laten liggen, dit hoekje. Want dit is letterlijk, hier is het andere niveau. Kijk, we zitten gewoon bovenop het volgende plateautje. Ja, maar ik hoop dat er nog een paar stukken bij zijn die niet beschadigd zijn of een beetje heel zijn gebleven. Ja, of dat het misschien nog dieper loopt, dat weet je nooit. Of dat die dieper loopt. Ja. Ik ga er nou even een paar uittrekken en als die echt dan blijf ik even filmen. Onbeschadigd lijkt. Ja. Ja. Ja, hij gaat wel diep, joh. Oké, maar? Of geen maar? Nou. Ik ben bang dat als ik deze er nu uitpak, ja, dat instort. Dat instort. Nou ja. Maar we kunnen even kijken. Over instorten gesproken, ik glij steeds verder naar beneden, merk ik. Ja, hij beweegt wel. Zal ik het heel voorzichtig doen? Ja, doe maar gewoon. Ja? In het ergste geval kunnen we lachen op video dat alles instort. Ja. Jullie zien hem nog niet, hè? Oh, wauw! Die is vet, hè? Wow! Hier alleen net, ja, dat komt omdat hij daar onderin zat. Dat is wel mooi, hoor. Deze is ook nog goed, hè? Kijk, ja, die is heel goed. Dit is echt een esthetisch vet stuk. Cool. Vet, man. Ik ben al een beetje jaloers. Jaloers? Ja, gelukkig zoeken we samen. Hè? Oh ja. Tof. Ja.